Dit is de avond van Intergalactic Lovers hier live in de studio. Halverwege september kwam alweer een derde studioalbum uit, Exhale. Die hebben ze opgenomen met niemand minder dan Gil Norton, die onder andere ook platen maakte met Foo Fighters, Patti Smith en de Pixies. En dat maakt het echt best wel een mooie mix, vind ik, met eigen invloeden van, weet ik veel, de Cure, Interpol en de Yes. Dus zeker even checken, dat album. Lara is even aangeschoven. Goedenavond. Goedenavond. Net vers terug van waarschijnlijk een epische gig op het Oppie Koppie Festival. In Zuid-Afrika, ja. Wat is dat voor festival? Een festival zoals Pinkpop en zoals Pukkelpop, maar dan in Zuid-Afrika. Dus de setting is gewoon iets idyllischer of zo. Het zijn bomen en het is heel warm en de podia zijn verspreid op zo'n heuveltop en dan dingen. Maar voor de rest is het allemaal hetzelfde eigenlijk. Voedkraampjes en drankkraampjes. En waar ben je dat nijlpaard dan tegengekomen? Want je hebt een nijlpaard gevoerd ook. Ja. Jessica, het nijlpaard. Jessica, het nijlpaard. Ja, iets niet zo ver van het festival is er een geschifte Zuid-Afrikaan die een nijlpaard gevonden heeft als baby. Ja? En die er nu, achteraf gezien, was dat eigenlijk het domste idee ooit om een nijlpaard een kus te geven, want dat is blijkbaar een van de dodelijkste beesten in Afrika. Ja. Dus doe dat nooit meer. Eén keer met een nijlpaard gemuild, nooit meer. Maar dit was wel een soort van, hoe noem ik dat? Een nijlpaard dat heel lang onder mensen was, hè? Dus. Ja, maar het blijft wel een wild dier, hè? Oh, oké. Mag je niet vergeten. En die vrouw van die meneer, die vertrouwde ik ook niet. Hoezo niet? Ik weet het niet. Je moet met de documentaires kijken op YouTube. Het is raar. Er is een link aan dat koppel en dat nijlpaard. Oh my god! Het is een scoop. Oké, laten we even hebben over jullie muziek. Derde plaat, Exhale. Jullie werkten hier aan, dus ik zei net al even, met Gil Norton, die ook met Foo Fighters, Patti Smith en Pixies werkte. Ja. Dat lijkt me dus doodeng. Ja, dat was ook zo. Want ons eerste gesprek was via Skype en dat is super raar. Want dan zitten wij met vier op een rij te skypen met iemand en je weet de achtergrond van die persoon. Ja. En die zat er dan met de achtergrond zo zijn desk en een lavalamp, dat is wat ik me nog herinner. En die persoon die aan het praten is en wij die met vier op een rij zijn van oh my god, oh my god. En dan ontmoet je die man en dan komt hij naar Aalst. Die is 3 weken in Aalst gebleven. Is op de koffie geweest bij ons mama's. Ah. Dat is kei lief. En dan soms moest hij naar buiten gaan en dan zie je hem in Aalst naast het water lopen en de dender eentjes aan het voeren. En stonden wij met vier naar buiten kijken van what the fuck. Ja. Maar dus ja, echt super amabele gast. Maar durfde je het dan ook gewoon rustig met hem oneens te zijn? Ja, want hij was heel duidelijk. Gil heeft 3 regels. Je verspilt zijn tijd niet, dus je komt goed voorbereid in de studio. Als er iets is, zeg dit meteen. Want dat kan het echt niet af. Als je het niet goed vindt, moet je het direct zeggen. En dan wordt daar op dat moment opgelost. En geen ego's. We hebben ons daar allemaal heel goed aan gehouden, dus dat was oké. Wauw, ja. Klinkt goed dit. Ik kan ook wel zeggen over de sound van jullie platen. Die kunnen best donker noemen, toch? Donker optimistisch. Ja, want kijk, zware tekstonderwerpen, die ga je zeker niet uit de weg. In Rivers, die ga je zo meteen doen. Zing je letterlijk There's a darkness that I can't seem to leave behind. Maar het album heet Exhale. Ja, omdat er heel veel donker is in de wereld. Want je hebt de zon en je hebt de maan, dus soms wordt het heel donker. Maar je moet niet vergeten, soms moet je gewoon leren loslaten door heel diep in te ademen, alle shit en alle miserie in te ademen. Maar je kan het ook lossen door gewoon uit te ademen. Denk daar eens over na. Dat was echt super goede raad op je dinsdagavond hier zo. Ga vast naar hiernaast als je wil, Lara. Intergalactic Lovers hier live in de studio. Derde album is dus net uit. Die vind je overal op de streaming services.